Dag dames en heren, deze januari maand zal absoluut niet de boeken ingaan als een zonnige maand. Het was veelal somber en grijs. Deze vrijdag klaarde het zowaar een keertje mooi op. En of dat de komende 30 dagen ook wat vaker gaat gebeuren, dat gaan we maar eens even bekijken aan de hand van de nieuwe 30-daagse weerkaarten. Op de weerkaarten op dit moment natuurlijk nog altijd dat hoge drukgebied wat ons de afgelopen tijd vooral heel rustig weer heeft opgeleverd. Maar de positie van het hoge drukgebied is wel wat anders. Het ligt veel zuidelijker dit weekend in de buurt van de Golf van Biskaje boven de Pyreneeën. En ten noorden ervan zijn de lage drukgebieden veel prominenter aanwezig. Hier bijvoorbeeld voor de Noorse kust ligt een actief lage drukgebied met bewolkingsgebieden, regengebieden, sneeuwgebieden aan de koude kant van het lage drukgebied. En de lijnen van gelijke luchtdruk liggen af en toe dicht bij elkaar. Zo her en der staat er in het noordwesten van Europa de komende dagen veel wind. En dat hoge drukgebied dat blijft ruim op afstand. En de lage drukgebieden, ja, die bepalen voorlopig het weerbeeld. Af en toe zien we nog even een ruggetje van hoge druk, maar dan komen er alweer nieuwe depressies. Maandag bijvoorbeeld eentje die bij ons misschien wel even heel veel wind kan veroorzaken. En in de loop van de week en volgende week dan zien we dat hoge drukgebied vooral wat meer richting de Atlantische Oceaan trekken. Die depressies die blijven ten noorden van dat hoge drukgebied richting Zuid-Scandinavië schuiven met af en toe veel wind, bewolking en regen. Regen bij ons, want de koudere luchtmassa's die af en toe wel aangevoerd worden, die zien we vooral op grote hoogte. Want de wind die waait over de Noordzee, af en toe dus een stevige wind. En dat zorgt er natuurlijk voor dat de temperatuur op leefniveau allesbehalve laag is. En dat zien we duidelijk terug in de pluimgrafiek voor de komende 2 weken. Er zit wat temperatuur betreft weinig variatie aan te komen. Af en toe, als het in de nachten een keertje opklaart bij een wegvallende wind, ja, dan zouden we nog wel eens een keertje in de buurt van het vriespunt kunnen uitkomen. Ook later in de periode zit er wel weer eens een keer een nachtje met wat vorst in. Maar dat is dan ook alles. Tegelijkertijd zien we de temperatuur niet of nauwelijks boven de 10 graden uitkomen. Misschien lukt dat aankomende zaterdag. Dat is echt een zeldzaamheid. We zitten met temperaturen die vrij normaal zijn voor de tijd van het jaar. Iets boven de norm over het algemeen genomen, maar geen enorme uitschieters naar boven en naar beneden. En dat heeft natuurlijk alles te maken met die luchtdrukverdeling die we bijvoorbeeld volgende week ook heel duidelijk terugzien. Het hoge drukgebied, eerst net ten zuiden van ons, ligt nu ruim ten westen van ons. En de lage drukgebieden die weten af en toe flink uit te diepen ten noorden van onze omgeving. Dus we zien een duidelijke afname of een duidelijke tendens dat er meer lage drukgebieden ten noorden van ons land passeren volgende week. En dat betekent dus west- of noordwestenwinden, aanvoer van vrij koele lucht, met name op hoogte. Misschien valt er eens een keer een winterse bui. Af en toe waait het ook hard. Het hoge drukgebied heeft in ieder geval weinig invloed op onze omgeving. Uiteraard temperaturen met een aanvoer vanaf de Noordzee ruim boven normaal. Opvallend is wel dat in Scandinavië dit keer de temperaturen iets onder de norm lijken uit te komen. De afgelopen tijd was het daar over het algemeen vrij mild, met zelfs in Lapland af en toe temperaturen boven nul. Nou, dat lijkt volgende week wel mee te vallen. Af en toe kan het er flink vriezen. Maar de kou blijft ruim ten noorden van ons land. En ook in de week daarop lijkt dat niet onze kant op te komen. We zien nog altijd dat hoge drukgebied. Het verplaatst zich alweer heel voorzichtig richting het westen van Europa. Die lage drukgebieden ten noorden van ons, die worden alweer een beetje opzij gedrukt. Maar wat temperatuur betreft, niet verrassend, nog altijd iets boven de norm. En ook Scandinavië lijkt weer wat op te warmen in deze week. Met dat hoge drukgebied is het vooral in Ierland, Engeland, maar ook in Nederland, Frankrijk, Spanje en Portugal duidelijk droger dan normaal. Wisselvalliger is het in het noorden van Europa. Langs de Noorse kust valt veel regen. En we zien overigens heel mooi de leizijde achter de bergen in het zuiden van Noorwegen. Waardoor het in het zuiden van Zweden bijvoorbeeld ook relatief droog is in deze week. Nou, verder vooruitkijkend, dan zien we ook dat later in februari eigenlijk de temperaturen bij ons nog altijd iets boven normaal uit lijken te komen. Dat hoge drukgebied, dat is heer en meester en lijkt in deze periode zelfs weer wat meer boven het centrale deel van Europa, boven Frankrijk terecht te komen. En dat betekent dat de invloed van lage drukgebieden gaat afnemen, maar dat van winter weer geen sprake is. En met een beetje pech krijgen we gewoon ook weer dat sombere weer wat we in deze januari maand veelvuldig hebben gezien. Vroeg lenteweer staat er ook niet op het programma. Een nog wat wintersweertype zie ik ook niet in de weerkaarten voor de komende 30-daagse periode. Dus we gaan vooral verder met het weer wat we de afgelopen tijd hebben gezien. Met de aankomende week dan wat meer dynamiek in de atmosfeer in de vorm van regen, wind en misschien wel eens een keer een winterse bui. Dat waren de weerkaarten voor de komende 30 dagen. Volgende week gaan we natuurlijk kijken of de kaarten er toch weer anders uitzien. Tot volgende week.